Ik vind het echt tof dat hij hebt gewonnen. Ik ben echt zo trots. It's a winning game. Ja, na 44 jaar. Als we nog 44 jaar hadden moeten wachten, dan was ik echt bejaard geweest. Dus, Dat bij mij nog niet helemaal in, denk ik. Nee. En ik zat alleen maar, kom op. Zo zat ik. Ja, ik was echt niet meer te houden, zeg maar. Wat een heerlijk gek aan. Ja, geweldig. Niet te geloven, maar zo gegund aan Duncan. Geweldig. Ja. En ook aan Ilse. Wat drijvende kracht achter Duncan, volgens mij. Wat is Duncan's kracht? Wat is de magic? Gewoon zichzelf gebleven. Ik denk dat zijn kracht is geweest. Ja, echt heel tof. Het gaat om dierbaren vanuit de familie en daar heeft hij eigenlijk al zijn gevoelens ingestoken in Arcade. En ja, daar gaat het lied over en dat voel je met, je voelt met hem mee. Je ziet het ook, de zucht aan het einde. Ja, er staat een Nederlandse tour, een Europese tour, er komt nieuwe muziek. Ik hou niet zo van het Songfestival. Het was echt verschrikkelijk ook, al die acts. Maar Duncan was zo goed. En Zweden was bijvoorbeeld ook heel erg goed. En toen dacht ik, shit. En toen werd ik dus zenuwachtiger dan bij voetbal. En toen wonnen we. En toen ging ik helemaal uit mijn dak.